Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe ATV COVID-19 update. U weet het al, hè? De COVID-19 pandemie houdt niet alleen de wereld, maar ook Suriname in haar greep. En daarom hebben wij gemeen om u als ATV elke dag inzichten, adviezen en updates te geven over deze pandemie. Als we kijken naar de recente statistieken op de website www.covid19.sr, dan lezen wij dat er 10 personen positief getest zijn op COVID-19. 8 zijn inmiddels genezen, 1 persoon is helaas overleden en 1 die is nog onder toezicht, onder behandeling. Maar we hebben ook begrepen dat die persoon binnenkort ook genezen verklaard zal worden. 280 personen zijn momenteel in quarantaine en wel overheidsquarantaine. In onze tune dan leest u al de verschillende voorzorgsmaatregelen, zoals dat je elleboog moet niezen, dat je social distance moet houden. En elke keer als het programma begint, moet u vooral die maatregelen lezen. Want er is ook iets, versterken immuunsysteem. Dat betekent vitamine C, veel fruit eten, goede voeding. En dan kunnen we met z'n allen deze pandemie aan. Onze gast vanmorgen is mevrouw Jacinta Jongelok-Dundas. Zij is directeur van de Kinder- en Jongerentelefoon. Welkom. Dank u wel. Met jou willen we nagaan hoe jij met de COVID-19-pandemie omgaat en ook in je werksfeer. Ik mag hier zeggen, toch? Ja, natuurlijk. Jacinta en ik kennen elkaar. Oké, want de vraag is natuurlijk in de gemeenschap, is er een toename te bespeuren van kindermisbruik of geweld tegen kinderen of ook huiselijk geweld, hè? En jij bent volgens mij echt de aangewezen persoon als het komt op kinderen, want jij beheert dus kinderen- en jongerentelefoon. Maar hoe ga jij in eerste instantie om met deze pandemie? Wel, ik probeer binnen mijn gezin en de mensen die dicht bij me zijn, maar ook op het werk, eigenlijk zoveel als mogelijk, heel erg stipt, niet zoveel als mogelijk, de voorschriften na te leven. Omdat je snapt dat je veel zelf in de hand hebt. Het brengt komt met de nodige frustratie, omdat we anders gewend zijn. Ook als ik ben kandidaat op de lijst, dus ook als ik met het team propaganda gaan maken, dan is het altijd toch weer zoiets van, hey, we zijn zo begonnen, ver uit elkaar, maar langzaamaan ga je automatisch dichter bij elkaar. Dus constant elkaar eraan herinneren van, hey, we moeten erop letten. Veel thuis, het heeft voordelen. En dan noem ik ze, je bent werkelijk een beetje meer met je kinderen. Dat is leuk. Maar ik vind het best een uitdaging, als ik het zelfs moet zeggen, want je bent niet alleen thuis met je kinderen, je doet je werk door. Om alle Zoom-meetings te combineren met kinderen die komen, mama, kunt u me deze som uitleggen? Of papa, kunt u dat doen? Dus het is een uitdaging, ja. Maar we blijven positief, we weten waarvoor het goed is. En je probeert werkelijk zo gezond als mogelijk te blijven en te eten. Ik moet zeggen dat gezond eten ook een uitdaging is. Ja. Maar waarom is dat ook een uitdaging? Nou, gezond eten is volgens mij, zoals ik het ervaar, toch wel duurder dan gewoon eten. Ja. dus ook in dat opzicht. Maar ik ben wel blij dat het ook mensen heeft gestimuleerd om bewuster te zijn om hoe ze leven. Mensen planten ook. Ik heb nu ook een paar plantjes in de tuin gezet. Mm-hmm. En dan, je ervaart andere dingen dan je normaal zou ervaren. We blijven het zeggen, we ook reed jouw boom. In sommige opzichten wel, En lukt het ook met het onderwijs voor die kinderen? Ik vind het knap lastig. Mm-hmm. Ik ben blij dat er iets is, want natuurlijk maak je als ouder ook zorgen over hoe gaat dit verder, toch? Hebben ze een grote gap dan? Veel dingen kan je kinderen thuis aanleren en natuurlijk is het belangrijk dat je deze periode ook neemt om ze te leren afwassen en te leren strijken. Maar ja, die educatie die ze op school krijgen, dat is wel belangrijk. Ja. En het is best moeilijk, maar ook daaraan moet je wennen. Ja, we zijn voor grote uitdagingen, maar we gaan ervoor. Precies. Maar heb je ook je werksituatie moeten aanpassen?
Ja, de lijn, dat was voor het team, gelukkig waren we er allemaal over eens, dat die hulplijn moet blijven draaien. Dus we zijn nooit gestopt. Het is nog steeds 8 tot 4 open elke dag, ook op zaterdag, zondag en nationale feestdagen. Dus aan de openingstijden en de dienstverlening is niets veranderd. Wat wij wel doen op kantoor is natuurlijk zorgen ervoor dat alle hygiënische maatregelen in acht worden genomen. En we roleren de shifts, waardoor we niet allemaal in één keer op kantoor zijn. Dus dan heb je ook automatisch die social distancing, want als er niet veel mensen zijn, dan kun je... Precies. Maar kinder- en jongerentelefoon, hoe lang bestaat die al? Nou, sinds 2008 bestaan we, dus 11 jaar heb ik het goed? Ja, 11 jaar. Nou, in deze vorm tenminste, 11 jaar. Er was een andere vorm? Ja, eerder was er een kinderhulplijn en die was dus ondergebracht bij de afdeling jeugdzaken aan de Gemeenelandsweg toen. En die was een hele tijd, eigenlijk is het doodgebloed en toen is het weer geheractiveerd. Dus in deze vorm zijn we er 11 of 12 jaar. Dus er bestond wel een behoefte? Ja. Ja. Maar wat zijn de successen die jullie in de afgelopen jaren hebben? Nou, ik denk dat de successen erin liggen en al de cases die jij hebt, die wij hebben kunnen afhandelen. En dan zijn het niet allemaal cases van geweld, die zijn er ook. Maar ik denk dat wij steeds meer bewust moeten zijn en dat mensen dat steeds meer worden. Dat de optie hebben, zeker voor jonge mensen, maar eigenlijk voor iedereen, om te praten, een luisterend oor te hebben. Daar begint hulp. Toch? En als je extra hulp nodig hebt, als je specifieke begeleiding nodig hebt, dan kan je dat via ons dan ook krijgen, want dan verwijzen we door naar een partner. Maar het begint bij mensen een laagdrempelige manier aanreiken waarop zij hulp kunnen vragen en kunnen praten over waar ze mee zitten. Ja. Was het niet dat we over COVID-19 zouden praten, zou ik een heel andere. Want er waren ook de meningen verschilden in het begin. Ja. Want ze vonden, leer je kinderen niet om zo te klikken of geen afstand. Maar niet, nu niet. Een andere keer gaan we zeker erop in. Maar wat vind je van de functionering van KJT in deze specifieke periode? Nou, net als wat ik zei, we functioneren niet anders. Wat we wel doen is wij proberen dus, gezien wij weten dat kinderen in deze situatie nog meer slachtoffer kunnen zijn, proberen wij ons daarop te richten en mensen bewust te maken van hey, let extra op. Gelukkig wij hebben dat gedaan en er is een hele groep van organisaties, NGO's, bij elkaar gekomen en dat was wel een hele leuke dynamiek om te ervaren, heel interessant om te zien dat wij allemaal zoiets hadden van hey, wat gebeurt met onze kinderen? Want we spraken over gezondheidszorg, we spraken over de economie. Maar eigenlijk hebben we niet gesproken over kinderen en anderen die in situaties verkeren die eigenlijk onveilig zijn. Dus dat was een hele leuke dynamiek. Wat wij doen in dat verband ook is 1. Mensen ervan op de hoogte of bewust van maken van hey, mensen, als het nou kinderen zijn, als het nou vrouwen zijn, kan ook mannen zijn. Als zij al voor COVID in een onveilige situatie verkeerden, dan is de kans groot dat ze tijdens deze situatie met de lockdown alleen maar nog meer gevaar lopen. Ja. Want voorheen, als je het houdt op kinderen, je bent voor een paar uren van de dag thuis en daarna ga je naar school. Precies. Dus je bent uit die situatie, je hebt de mogelijkheid om hulp te vragen op school, maar nu kan je niet weg. Nou, dus de kans is groter dat dat geweld erger wordt of je er vaker aan blootgesteld wordt zonder dat je echt hulp kan vragen. Okay. Dus vandaar dat wij de KJT heel erg promoten, zeker in deze periode, omdat dat toch wel een beetje een kans geeft. Soms kan je wel even stiekem ergens gaan met een telefoon en toch het gesprek voeren. Maar dat is dus iets waar wij voor waken. Soms is het, ik praat nu over als mensen die al geweld ervaren, maar er zijn ook mensen die ineens zo geweld ervaren vanwege die situatie. Precies, want iedereen zit op elkaar. Precies. Er is een grote mate van stress nu. Zeker volwassenen, ik zei het al, voor mezelf is het ook een challenge om werk te combineren met kinderen de hele tijd thuis. En vergis je niet, het is niet dat mensen zeggen die kinderen zijn
een last, ik wil niet zo lang met ze blijven. Nee, het zijn jouw kinderen, tuurlijk wil je dat. Mm-hmm. Maar het is een andere situatie dan je gewend bent. Ja. Toch, het vergt veel meer van je. En de eerste week was het best wel leuk natuurlijk, de tweede week ook, maar nu dat we allemaal weer moeten werken. Oké, want mensen kunnen zeggen, ja, maar in de vakantie zijn de kinderen ook thuis. Maar dan heb je ook 's avonds die lockdown, hè? Dus dan is het echt nu dat je... Ja, maar het is niet eens alleen het thuis zijn. In de vakantie zijn de kinderen thuis, maar je gaat uit het huis. Je gaat leuke dingen doen. Oh, en nu is het Tana ook zo. Precies, je blijft thuis. Mm. En die verantwoordelijkheden blijven. Ja. En je moet dus nog iets extra erbij hebben. En ouders die heel erg democratisch waren in hun opvoeding en heel erg meegingen, die hebben soms nu ook zo van... Weet je, even niet. Ja. Dus dat is ook voor die kinderen een nieuwe situatie en voor die ouders ook. Dus wij vragen ouders, let extra op jezelf. Okay, dus het is niet dat jullie met een campagne zijn gestart? Nee, het is eigenlijk een gemeenschappelijke actie die wij als organisaties die ons bezighouden met kinderbescherming hebben opgestart. Er is ook een website van een jongere organisatie die dat ook heel erg eraan trekt. En dat is de Coalition for Safe and Healthy Homes, dus het is ook op, op Facebook te vinden. En met z'n allen kijken we naar die situatie en zijn we er bewust van dat dit kan spelen. Mensen vragen naar de cijfers, maar weet je, als mensen niet kunnen vragen naar hulp, dan zal je ook geen cijfers zien. Ja, maar dat betekent niet dat je niet moet anticiperen, want je weet, het is een doordenkertje. Toch? Ja, je weet dat het kan gebeuren. Juist. Dus jullie hebben in niks geconstateerd. Alarmerend of zo tot nu toe? Nou, ik kan alleen praten voor de KJT op dit moment. Ik kan niet zeggen dat er ineens zo een stijging is van de gesprekken. En zeker niet een stijging in de gesprekken voor geweld. Mm. Ja. Dus laten we hopen dat er dan toch geen geweld plaatsvindt. Nou, ik denk wel. Ja, we spreken de hoop uit. Ja, ja, maar we vragen dus wel iedereen. Kijk nu extra naar die kinderen. Mm. De buurvrouw, de tante. Volg signalen, toch? En dan als je iets ziet, meld het. Je kan het melden bij 123, maar je kan het ook gelijk melden aan de politie bij 115. Maar meld het. Oh, oké, okay. Dat is meteen je tip, hè? Ja. Aan ouders. En wat zeg je dan tegen de kinderen? Die kijken ook? Ja, nou kinderen, het is niet een prettige situatie om in te zijn. Kinderen willen nu ook naar school en ze willen ook hun vriendjes ontmoeten. Dus ook voor de kinderen, we begrijpen, het is heel erg frustrerend om dus niet meer te kunnen. Ook de tieners, weet je, tieners willen al vanwege hun ontwikkelingsfase, willen ze al heel erg ver van ouders zijn. En nu zijn ze gedwongen. Ze zien hun vrienden niet, dat is een heel erg belangrijk steunpilaar voor ze in die periode. Dus er gebeurt waarschijnlijk in huizen, is er veel meer frictie dan er normaliter is. Er is djugu-djugu. Dus, maar iedereen, ook kinderen, tieners en ouders, begrijpen jullie wat dit veroorzaakt? Heb goed zicht op wat er nu aan de hand is. En heb meer begrip voor elkaar dan je normaliter zou hoeven te hebben. Want je snapt waar het vandaan komt. Precies. Maar kunnen ook ouders bellen naar KJT? Ja. Oh. Ja, ouders konden altijd al bellen. Bij ons mocht je bellen voor jezelf, als je 6 was, tot en met 25 jaar. Mm-hmm. Maar als je ouder was, kon je bellen namens een kind of voor een kind. Dus wij hebben altijd al ouders gehad die zeggen, weet je, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ja. Geven jullie me advies voordat ik iets ga doen dat niet kan. Okay. Dus dat was altijd al zo, ja. Oh ja, oké. Okay. Dus dan, want dan hoor ik je zeggen dat een ouder belt... Nou, bijvoorbeeld, ik bel op mijn kind, omdat ik niet met dat kind om kan. Maar je kan voor alles bellen. Een juf kan bellen, die is ook ouder. Een buurvrouw kan bellen. Oh, okay. Zolang het gaat, weet je, bel niet voor huisvesting. Oh, dus dat bedoel ik. Bel niet voor grote mensen problemen. Mm-hmm. Bel voor problemen omtrent een kind of in relatie tot een kind. Mm-hmm. Maar gewoon even praktisch voor mezelf wil ik weten. Heeft een kind ooit gebeld van ik word geslagen of ik word seksueel misbruikt? Ja. Ja, kinderen hebben dat. Precies, doorgegeven. Ja. Dat doen ze wel. Wow. Dat wordt allemaal wel gemeld. En dan heb je natuurlijk de jongvolwassenen die soms bellen en iets melden van nu voel ik me sterk genoeg om het te melden en het is toen gebeurd. Mm. Dus al dat soort cases krijg je. Ja. Ik moet zeggen dat er sinds gisteren of sinds vandaag wel een uitbreiding van onze dienstverlening is. Okay. In de COVID-update van het COVID-team gisteren is dus vanuit sociale zaken gemeld dat de doelgroep van de KJT nu even
verbreed is naar het algemeen publiek. Als je iets hebt waarmee je zit, kan je naar ons bellen. Bijvoorbeeld mensen die in quarantaine zijn en die ook niet met die situatie weten om te gaan. Die kunnen allemaal naar ons bellen. Okay. En er is dus een team van maatschappelijk werkers en psychologen en orthopedagogen on standby. Dus als wij zien dat het niet iets is dat wij kunnen afhandelen aan de telefoon, dan word je in contact gebracht met. Okay. Ja, dus het is nu KJT Plus. Ja, zullen we het van nu gewoon de hulplijn noemen? De hulplijn. Oké, maar gewoonlijk, dus dagelijks, werken er al sociaal maatschappelijke werkers bij jou? Wie is aan de telefoon? Wij hebben belcounselors, noemen wij ze. Dat zijn mensen die door ons grondig getraind zijn om aan de lijn te zitten. En zij worden aangestuurd door vast personeel die dus wel een achtergrond hebben in maatschappelijk werk. Oh, okay. En nu zijn jullie uitgebreid met nog meer specialisten zoals... Laat mij dit zeggen. Vroeger was het zo dat wij altijd al doorverwezen naar onze partners. De maatschappelijke dienst van sociale zaken kwam al altijd in beeld. Nu is eigenlijk die tweede lijn verbreed. Dus niet alleen de maatschappelijke dienst, maar ze hebben ook echt psychologen en maatschappelijk werkers extra erbij om het team te versterken. Zodat wij daadwerkelijk die hulp kunnen bieden die nodig is. Even een sideline. Wie financiert KJT? We worden gesubsidieerd door de overheid. Okay. Zij betalen de lonen. En alle andere projecten die doen wij door middel van partners. En meestal zijn dat of UN-organisaties, maar merendeels zijn het Surinaamse ondernemingen. We hebben de president gisteren gehoord. Het ziet er niet naar uit dat deze lockdown nu versoepeld wordt of zo. Hoe zie jij de toekomst? Ja, eerlijk gezegd. Ik heb niet zoveel inzicht erin om een prognose te maken. Ik ervaar het gewoon, ik ben geen medici, ik ervaar het gewoon met iedereen anders. En als ik kijk naar wat er in andere landen gebeurt, dan vind ik het best wel eng. Maar als ik kijk naar hoe het in Suriname tot nu toe, hoe het in Suriname tot nu toe is gegaan, dan wil ik hoopvol zijn. Ik denk dat we gewoon ons aan de regels moeten houden. Ja. En dan hoop ik gewoon echt van harte, net als iedereen anders denk ik, dat dit gewoon voorbij is. Ja, maar als je om je heen kijkt, zie je dat de mensen zich echt aan de regels houden, social distancing? Ik zie dat veel mensen echt proberen het te doen. Er is een hele kleine groep, denk ik, die nog moet wennen aan de situatie. Of misschien nog niet goed inschat hoe schadelijk dat zou zijn. En daar moeten we natuurlijk steeds op hameren. Totdat zij het ook snappen. Maar het gros van de mensen die ik tegenkom, die zijn zich wel degelijk van bewust. Weet je, ik ga ook naar het pompstation en ik loop gewoon automatisch en een meneer zegt, mevrouw, je weet, anderhalve meter. Dan denk ik, ja, dank u wel meneer. Ja. Dus ja, ik denk dat het gros het wel snapt. En zijdelings haalde je even aan, je bent kandidaat. Welke partij? Van de Palu in Wanica. Ik sta op nummer 5. Ah, oké. Dus straks ga jij vanuit het beleid dit soort zaken bespreken? Dat is de bedoeling. Nou, laat me je dan heel veel succes toewensen. Tot slot, roep jij even de jongeren en kinderen op hoe om te gaan met deze situatie? Nou, iedereen thuis, kinderen en ook jongeren. Ja, het is een vervelende situatie. Het is niet leuk voor niemand. En ik begrijp het zeker voor jullie. Het niet leuk is. Je bent gewend met je vrienden te zijn, met je vriendjes op school. Je bent gewend wat meer vrijheid te hebben. En nu kan het even niet. En hou er rekening mee. Maak het zo gezellig als mogelijk thuis. Met de mensen die thuis zijn. Als jij een keertje boos wordt, omdat je gewoon, ja, je voelt je gewoon niet lekker. Is dat niet erg? Ook als iemand anders een keertje boos wordt omdat zij zich niet prettig voelen, is dat ook niet erg. Zorg ervoor dat nadat dat is gebeurd, je elkaar wil opzoeken en het goed maakt. En probeer om deze situatie met z'n allen in je gezin en in je familie zo goed als mogelijk door te brengen. Vergeet niet je huiswerk te maken, want die lessen gaan door. Doe ook daarin je best. Dankjewel. Ik denk dat de jongeren en ook de ouders goed naar je hebben geluisterd. Bedankt voor je komst naar de studio en ik wens je heel veel succes met KJT. Hartelijk dank. Of nee, de hulplijn. Ja. Oké, kijkers. En dat was dan ons gesprek met Jacinta Jongalok-Dundas.
Zij is directeur van de kinder- en jongerentelefoon. Nu even uitgebreid tot een hulpdienst. Dus ook als u zit met een vraag of een vraagstuk, kunt u bellen naar KJT. En als zij u niet kunnen helpen, zullen zij u doorverwijzen. Dat is een heel goed ding in deze tijd. En u weet het, net wat ik zei, in onze tune hebben we de maatregelen. Overal zie ik dat burgers nu in de samenleving elkaar herinneren aan die maatregelen. Hey, social distancing, of hey, van je niet zo. Dus het werkt, het werkt. Mensen letten er nu op. Dus laten we hopen dat deze periode snel voorbij gaat, zodat we terug kunnen gaan naar ons normaal leven. En ik zeg normaal omdat ik niet denk dat het zal zijn zoals het voorheen was. Het zal echt een beetje veranderen. En daar moeten we ook op voorbereid zijn. Nou, de herhaling is vanavond van dit programma. En morgen zijn we er weer met een andere aflevering. Goeiedag.